Ja, opname. Gewerkt als een paard, als NAC zijnde. Maar met lege handen, dat is zuur denk ik. Ja, dat is wel zuur, dat is wel jammer. We hebben heel hard gewerkt. Ja, we hebben het Vitesse ook heel moeilijk gemaakt eigenlijk. Als je weet, kijk, ze hebben veel balzit gehad, maar ja, Vitesse is een van de beste voetballende ploegen van Nederland. En als je ziet dat ze heel weinig creëren, ja, weinig tot kansen komen, ja, dan doen wij dat goed. Alleen moet het aanvallen natuurlijk wel wat beter. Alleen, ja, we hebben het toch wel moeilijk gemaakt en we hebben gestreden. We hebben hard gewerkt tot aan de laatste minuut. En alleen, ja, jammer genoeg wordt dat niet buiten. Aanvallend kon NAC weer niet echt een vuist maken. Ik had het idee dat NAC te slordig was, met name in de omschakeling. Ja, we waren soms ook wel te slordig. Vooral de eerste bal die we veroveren. En dat is jammer. En we moesten eigenlijk, ja, als die goed is, dan kun je... Ja, dan kun je een goede aanval starten. Alleen waren we soms, ja, met die eindpaas of zo, waren we slordig. En dan kom je niet echt tot kansen. Het tegendoelpunt, ja, Menno Koch, die schampte de bal. Daardoor kon Vitesse profiteren. Veel moment ook, hè? Want NAC zat lekker in die tweede helft, had ik het idee. Ja, het is zeker veel moment. Heel vervelend voor Menno, maar ook vervelend voor ons. En ja, die jongen die speelt alle wedstrijden fantastisch. En dan heeft hij zo'n kut moment. Ja, dat is heel jammer. Zuur voor ons, zuur voor hem. Alleen... ja, dat hoort bij voetbal. Het gebeurt wel eens. En ja, het is gewoon weer kop omhoog en weer doorgaan. Volgende week ADO. Okay, we hebben het veel ploegen nu lastig gemaakt. Die hebben weinig kansen gecreëerd. Ik denk als we zo doorgaan en blijven hard werken. Ja, moeten we alleen tot kansen komen. Beter aanvallend spelen en ja, proberen punten te pakken. Ja, is vertrouwen nog aanwezig bij NAC? Ja, vertrouwen zeker. Ja, zeker. Maar het wordt natuurlijk wel steeds moeilijker, hè, naarmate de wedstrijden vorderen. Natuurlijk wordt het moeilijker en weet je dat je punten moet pakken. Maar probeer zo rustig mogelijk te blijven, hard te werken, elke dag op de trainingen. Verdedigend staat het, alleen we moeten aanvallend meer zien te brengen. Nog even terug naar die wedstrijd, de tweede helft. Ja, NAC heeft dan ook geen geluk, hè? Geen penalty, ik weet niet of er wel of geen was hoor. Jij ging neer in het strafschopgebied. Een voorzet die dan op de paal belandt, maar dan net aan de verkeerde kant valt. Ja, dat is zeker jammer. Voor mijn gevoel was de penalty, wanneer ik wil uithalen, ja, word ik naar de grond gehaald. Dus voor mijn gevoel was de penalty. En ja, daarna, ja, jammer dat hij aan de verkeerde kant van de paal gaat. Ik kon er ook net in en dat is een punt.